Holy shit. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in Uithoren, in het zonnige Uithoren. En we hebben niet zomaar iets bij ons. We hebben een mooi programma. Een Audi RS5 zonder turbo's. 4.2 liter V8. Met een MTM uitlaat, ja. Mijn dag ging niet meer stuk. We zijn nog niet eens begonnen. Mijn dag ging niet meer stuk. Een Audi RS5. Tijdens een blokje om, hè? Laten we maar gewoon Let's go! We gaan gewoon even lekker door in comfort. En ik wil namelijk wat vertellen, want dit is een best wel speciale RS5. Zoals jullie kunnen zien, de stoelen. Nou, dat zijn niet de normale Audi sportstoelen. Inderdaad. Uitlaatsysteem is niet van Audi zelf. Is gemaakt in samenwerking van MTM en ABT. Ja, nou ja, dat klinkt dus als een instrument. Hebben jullie net gehoord. Maar 450 pk aan mijn rechtervoet, een heerlijke V8 die je van tankstation naar tankstation brengt. Maar het meest bizarre vind ik de drive select switch in deze auto. Zoals nu comfort, 30 km per uur. Even kijken naar een paar keer knopjes. Hij is wakker. Dat was het, dat zocht u. Ah ja, nou nee, oké, vanuit naar rechts dan. Downshift. Nou oké, nog één. Daar gaat het dan. 1, 2, 3. Ja, en het is ook echt helemaal niet meer te vergelijken met de nieuwe auto's natuurlijk. Zoals de nieuwe RS3 bijvoorbeeld, de nieuwe RS5. Die turbomotoren, ja, dat klinkt natuurlijk erg leuk. Maar weet allemaal, het geluid is deels gemaakt. En dit is gewoon rauw en puur. Damn, wat klinkt dit bizar zeg. Natuurlijk, als je in comfort rijdt, voelt het misschien ietsjes luier aan. De auto is wat groter, ze zijn een stuk logger. Ja, het heeft zeker wel wat. That feels good! Zeker als je vergelijkt met het huidige model RS5, maar er gaat niks baffen. Het geluid van deze motor, jongens. Geen turbo geblazen, gewoon. Wam! Wam! Net een boze hond die gewoon. Wam! Dit is zo insane. Moet je even horen van de buitenkant, want dit gaat echt helemaal nergens over.
veel mooie verhalen over Audi, RS, over de geschiedenis van Audi gaan vertellen. Maar ja, wat wil je nou horen als iemand in een RS5 rijdt? Ruim 8000 RPM zonder turbo's. Op de rem, oh, die downshift. Oh. En het meest bizarre is, op de een of andere manier, ondanks dat het natuurlijk een best grote, zware auto is, het voelt totaal niet lomp aan. Het is echt bizar eigenlijk om te zien, maar het bochtenwerk, jongens. Ja, dat Quattro kennen we al, de S-tronic kennen we ook al. Het werkt allemaal perfect en ook in 2013 deed dat het al. Echt. Echt een auto naar Mars. Oh. Ja, nou ja. Ik kan niks aan toevoegen. Ik kan helemaal niks aan toevoegen. Ik kan heel veel slap ouwe hoeren, jongens, maar. Ja. Ik bespaar jullie gewoon de moeite. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb de auto even geparkeerd en voordat ik de video afsluit wil ik nog een paar dingen laten zien, want ik ben sowieso wel benieuwd. Zouden jullie voor het 2013 model kiezen, wat ik hier naast me heb natuurlijk met V8 zonder turbo's, of zou je voor het nieuwe model kiezen, de 2018 variant met turbo's. Iets strakkere lijnen natuurlijk, deze ietsjes ronder, maar ja, ik vind het een lastige keuze. Deze natuurlijk, zoals ik eerder zei, MTM, uitlaat eronder, hij is iets verlaagd deze. Zoals je kan zien. Kleur natuurlijk Daytona grijs, maar als we naar de voorkant lopen. Dit maakt het natuurlijk helemaal af. Black out grill, jongens. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik vind ze allebei super dik. Nieuwe moeten we natuurlijk nog gaan rijden. Die staat ook wel weer op het lijstje, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dames en heren, jongens en meisjes, de Audi staat weer op zijn plek en uiteraard bij Jezebaars, zoals jullie waarschijnlijk al hadden gezien. Denk je nou deze RS5, dat is echt de auto die ik zoek, check dan zeker even het linkje in de bio, helemaal vol, alles erop en eraan wat je toen de tijd kon krijgen. Hij is zelfs iets verlaagd, zwarte grill natuurlijk en Audi exclusive interieur, zoals je dat ook al hebt gezien. Komend weekend gaan we naar een Nürburgring, dus vergeet ook zeker even niet te abonneren, want dat wordt een te gek weekend. Tweedaagse tour met Supercar Society. Vergeet deze video ook niet te liken als je het tof vond. Dames en heren, onwijs bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel snel. Mazzel!